Dit programma wordt u aangeboden door Drukkerij Rijkers, Werbels Planet en Dame Computerservice Uden. Zoals ieder jaar in juni wordt in Uden de Avondvierdaagse georganiseerd. Dit is al de 42e editie van de Avondvierdaagse. Zoals ieder jaar lopen er veel schoolgroepen mee en andere groepen. Daarom is de Avondvierdaagse druk bezocht. Goed zo! Hoeveelste keer loopt u de Vierdaagse mee? Nou, dit is al geloof ik de 10e keer dus. De 10e keer al? Ja. De Avondvierdaagse is net van start gegaan. Is de opkomst net zo groot als andere jaren? Nee, dit jaar is het iets minder. En heeft verschillende oorzaken. Ten eerste loopt het leerlingenaantal in Uden gewoon terug. Dat is een landelijk gegeven. Er komen gewoon minder kinderen. Verder hebben we te maken met de Ramadan, die op dit moment begonnen is. En daar hebben we ook twee groepen van de Turkse school Bedir, die normaal wel meewandelen, maar dit jaar niet. Dus dat scheelt wel zo toch wel 150 kinderen, denk ik. Dus komen, denk ik, met z'n allen nu uit op ongeveer 2700 meewandelende kinderen. Maar daarbij heb je nog alle ouders, begeleiders van de groep. Ik denk dat er wel een 4000 mensen rondwandelen vanavond. Nou, dan valt het nog niet tegen. Nee, valt niet tegen. Maar wij zijn, ja goed, we zijn de grote aantallen gewend natuurlijk. Het grote succes van Uden is dat hier de scholen massaal meelopen. In allerlei andere plaatsen lopen kinderen niet met hun school, maar lopen ze gewoon individueel of met kleine groepjes van vrienden. Maar hier in Uden is de traditie nou eenmaal zo dat alle scholen al 42 jaar lang meewandelen met deze Avondvierdaagse. En bijna alle kinderen, dus ik denk dat ongeveer 90% van de kinderen van iedere school meewandelt met deze Vierdaagse. Als mensen nou nog willen meelopen morgen en de rest van de week, kan dat nog? Nou, vandaag is natuurlijk de start. Vierdaagse zou eigenlijk, zou je denken, 4 dagen zijn. Maar wij hebben gezegd, 3 dagen vinden wij ook acceptabel. Vooral voor de kinderen geldt dat. Vooral de kleintjes, die hebben vaak zo dat ze toch een rustdag inbouwen. Maar we hebben gezegd, op woensdag, morgen dus, is het nog mogelijk om in te schrijven. Je kunt inschrijven voor de 5, voor de 10 of voor de 15 kilometer. En dan kan hier dus nog in het paviljoen van atletiekvereniging De Keien. Ben je van harte welkom. Wat is de mooiste avond van de Avondvierdaagse? De mooiste avond is, zoals bij elke Vierdaagse natuurlijk, de laatste avond, de intocht. Dan is het hier een groot feest in het park. Heel het middenterrein staat dan vol met kinderen. Rond 7:15 komen de eerste groepen binnen. Er komen een heleboel opa's, oma's, tantes, buurvrouwen. Alle mensen komen kijken. Ik denk dat er dan wel een 7.000, 8.000 mensen hier in dit park aanwezig zullen zijn om hier de laatste kilometers samen te beleven. Dus dat is voor iedereen een aanrader om even te komen kijken. Je bent een uur lang, krijg je kinderen die voorbij trekken. En het is gewoon heel gezellig.